Niets vermoedend rijdt de paardenfokker vandaag met zijn trekker over het platteland. Het nieuws over het door hem gefokte paard komt voor hem ook als een grote verrassing. Hij hoort het op Radio Drenthe. Dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Ja, echt. Dat is een lot uit de loterij en ik kan er weinig. Ik weet het niet meer. Want Haendrik Mann verkocht het inmiddels 9-jarige paard toen hij nog een veulen was op een veiling en heeft sindsdien niets meer over het paard gehoord. En kunt u zich nog wel iets van het veulen herinneren? Hoe die was, hoe die eruit zag? Nee, daar weet ik niks meer van. Sommige mensen die kunnen het allemaal nog wel, ik niet. Maar er zal flink wat geld voor neergeteld zijn voor zo'n mooi paard. Ziet u nog iets van dat bedrag terug? Ik zie er niks van terug. Nee. Maar in ieder geval een hele bijzondere dag voor u. Ja, ik vind het gelukkig hartstikke mooi. Al zie ik hem ook niet, het is toch leuk. En via reclame in de kranten en zo, nou, hartstikke leuk. Voor u een grote eer en een mooie naam. Ja hoor, echt waar.